In onze programma's maken wij regelmatig de vergelijking met daadwerkelijk gebeurde speciale operaties. Slaapdeprivatie, grenzen verleggen, angst en onzekerheid spelen hierin een belangrijke rol. Deze operaties maken ons tot wie we zijn. Deze operaties maken ons bewust en nederig. Deze operaties maken ons trots. Maar bovenal zorgen deze operaties voor een band, een verbond, een broederschap. Soms wordt broederschap op de proef gesteld. Soms tijdens missies, maar meestal achteraf. Verhalen over deze operaties mogen niet vergeten worden. Verhalen over deze operaties komen om verschillende redenen naar buiten. Soms in een interview, soms in een boek. Soms uit trots. En soms om een stem te geven aan anderen. Anderen die voor altijd onzichtbaar zullen blijven. Maar soms ook om alles te verwerken.